Goedenavond allemaal. Vanavond is het grote dicté der Nederlandse taal op deze zender. Het duurt nog even. Voor de echte spellingsfanaten, die weten het allemaal wel. Want daar is het dé avond van het jaar voor. En dan denk je, maak vast nul fouten. En dan, als je de 23 maakt, ben je nog heel erg goed. Daar gaan wij het niet over hebben. Wij gaan het hebben over het spreken van het Nederlands. Want de Nederlandse taal verloedert, zeggen heel veel mensen. En misschien wordt hij wel helemaal opgeheven en spreken we over een aantal jaren alleen nog maar Engels met elkaar. Nou, daar gaan we het over hebben. Verloedert het Nederlands, Coat van Doesburg? Nou, ik weet het niet. Nou, dat is altijd een goed begin van een praatprogramma. Dank u wel. Kijk, er zitten natuurlijk altijd slordigheden in. En ik heb me altijd heel erg verzet tegen ondertussen, want het is onderwijl en intussen. Maar intussen zeg ik het ook. Ondertussen zeg ik het ook. En ja, god, het is altijd een taal beweegt. Er komen dingen bij, er gaan dingen af. Maar ja, ik vind wel dat je zo zuiver mogelijk moet spreken. Wat ik heel erg vind, is dat veel mensen zeggen, daar irriteer ik me aan. Nou, dat kan ik helemaal niet tegen. Je ergert je aan iets en iets irriteert je. En dat moeten we, maar ja, het zal op den duur ook wel vervagen. Ja. Ja. Dat lijkt me helemaal juist. Maar het is wel zo dat er natuurlijk alle mogelijke, ja, van die stomme insluipsels zijn die iedereen dan ineens gaat zeggen. Hè? De waan van de dag en dan hoor je dat ineens van doei tot alle mogelijke stomme uitdrukkingen die dan in de mode zijn. Zodat ineens een toon gaat toen weer over. Ja, maar dus dan zou ik in ieder geval daar nooit aan mee willen doen voor mezelf. Nee, ik ook. Ik ben een. Bijt ik liever mijn tong af dan dat ik ook zo'n standaard uitdrukking zou zeggen van. Het kan toch niet zo zijn dat. Of zoiets. Ja, maar weet je wat ik nog veel erger vind? Nee. Iedereen ergert zich dan altijd aan dit soort dingen op woordniveau. Ja. Wat dan erg is, dat zijn die hele brieven en die urenlange praatjes waar helemaal niks in staat. Dat wollige gedoe. Brieven die je van een krant krijgt van dat ze zo fantastisch zijn en dat de abonnementsprijzen dus maar heel weinig veranderen. Ze bedoelen verhogen. Ja, ik kreeg hem vandaag. Ja. En dat zit er niet bij. Dan denk ik, denk je nou dat ik achterlijk ben? Ja. Dat soort taalgebruik. Dat taalgebruik dat van wij belazeren u en we denken dat we er nog meer weg kunnen ook. Dat vind ik eerlijk gezegd veel erger. Veel maar weet je wat mij verbaast? Dat hier aan tafel niet gezegd wordt of ga ik te snel? Dat iedereen nu. Ik ga het snel. Ik zal het niet gewoon een beetje lager doen. Nee, maar dat iedereen tegenwoordig in iedere zin zegt. Zeg maar. Ja, zeg maar is heel erg. Ja, zulke soort dingen. Ja. Of toch. Huh? Of toch? Toch? Aan het eind van de zin. Aan het eind van de zin als vraag. Misschien best wel vervelend. Ja. Nou, misschien best wel vervelend. Ik denk dat het altijd geweest is. Ik bedoel, dat is dan niet zo. Het heeft te maken met onzekerheid in je uitdrukken. Daar gebruiken mensen een stopwoord bij. Omdat het dan hoef je even niet vloeiender klinkt en gezelliger en toegankelijker. En bovendien heb je natuurlijk altijd een verschil nog tussen de spreektaal en de schrijftaal. En de jawel, maar als mensen zeggen ook tegenwoordig, ik heb zoiets van, doe ik me niet vanavond. Nee, doe maar. Doe maar, dat geeft toch niet? Dat geeft niks, maar het is toch niet om aan te horen? Of ben ik nou de enige? Nou ja, kijk, Je hebt op een gegeven moment natuurlijk dingen waarvan je zegt van daar stoor ik me ongelooflijk aan. Hè? Als iemand mij niet verstaat. Stoor ik me aan? Stoor ik me ongelooflijk aan? Erger ik me aan? Daar stoor ik me ongelooflijk aan. Ik word hier nog. Je moet hier fysiek, wel heel erg uitkijken. Ik moet vreselijk uitkijken. Ja. Maar als iemand iets aan me vraagt en die roept sorry, ik zeg ik neem je helemaal niks kwalijk, dan is het naar me te kijken van. Kan je dan niet zeggen wat zeg je? Of wat zegt u? Nou, Fernand. Nee, maar ik vind wel erger wat u ook bedoelde. Het opzettelijk versluierend taalgebruik. Zoals bijvoorbeeld door de overheid vaak wordt gehanteerd. Dat men onderwijzers nu ineens leraren is gaan noemen. Zodat je in een berichtje niet meer weet of ze nou de basisschool of de middelbare school bedoelen. En dat hebben ze alleen maar gedaan omdat die onderwijzers allemaal verdrukt waren en te lage salarissen kregen. Dan dachten ze, nou, we gaan ze niet meer betalen, maar we noemen ze leraar. Dat is fijn. Status. Dat is een heel belangrijk punt in dit verhaal, volgens mij. Precies. Nou, maar ik wil toch nog even terug naar de spreektaal. Want is dat ernstig? Vindt u dat daar iets aan gedaan moet worden, meneer Pelsma? Ik denk dat Eerste Kamerlid voor het CDA. Ik denk dat je ontzettend zorgvuldig moet zijn in je formulering. Op verschillende redenen. In de eerste plaats
omdat je dat aan jezelf verplicht bent. Waarom ben je dat aan jezelf verplicht? Omdat het een teken van zelfrespect is wanneer je goed Nederlands spreekt en goed je gedachten kunt formuleren. Tweede motief, het is een teken van respect voor je medemens. Dat je niet slordig formuleert. Want wat is de bedoeling als je iets zegt tegen de ander? De bedoeling is dat je een boodschap overbrengt. Je moet zorgvuldig formuleren zodat de ander die goed begrijpt. Ja, maar dat klinkt heel streng, hè? Maar we hebben... Ik denk ja, maar nu zo even... bedoel ik het ook. Zo bedoel ik het ook. Ja, zo streng anders, moet je zeggen. Anders krijg je misverstanden namelijk. Maar zorgvuldig formuleren ben ik het helemaal mee eens. Je moet zo duidelijk mogelijk, daar is taal voor, zeggen wat er in je hoofd afspeelt. Maar daarom mag het ook nog wel eens een keertje incorrect zijn. Of er mag best een buitenlandse... überhaupt, verzin maar eens een beter woord voor überhaupt. Of sowieso, of weet ik veel. Dat mag er allemaal best in zitten. Het moet duidelijk genoeg zijn. Precies, dat de ander je maar begrijpt. De boodschap moet overkomen, daar gaat het om. Maar goed, je kan zeggen dat taal verandert. Maar verandert de taal ook mee met grammaticale fouten die... Jazeker. Je kunt eigenlijk in het algemeen zeggen dat de fouten van vandaag zijn de regels van morgen. En de regels Hoezo? Van vandaag. Hoezo? Nou, ja, we hebben nu net gezien dat het genootschap onze taal heeft laten weten dat hun heb, dat dat in de toekomst goed Nederlands zal zijn. Ze hebben gezegd dat zal. Hun heb? Ja, hun hebben. Of, ja, hun hebben of hun heb. Ja. Of, en hij was zijn eigen, dat schijnt ook helemaal. Over 50 jaar wordt verwacht door onze taal. Wat heeft het genootschap onze taal daar eigenlijk over te zeggen? Ja, ze kunnen hun verwachtingen uitspreken. En ze zeggen dat komt er nu zo onstuimig aan, dat kunnen we niet meer tegenhouden. Maar keurt u dat goed? Je hebt niks goed te keuren of af te keuren. In de vorige eeuw. Ik heb nogal veel Multatuli moeten lezen in de loop der tijd. En Multatuli wond zich ook vaak ontzettend op over modieuze uitdrukkingen van zijn tijd. In zijn tijd kwam dus op, in de 80er jaren van de vorige eeuw, dat men zei bepaald voor beslist. Dat vond hij iets verschrikkelijks. Ik heb gisteren gehoord, iemand was bepaald verkouden. Kan je ook onbepaald verkouden zijn? Ja, dat ben ik vaak. En dan, nou in ieder geval, maar hij dacht dat taal dus zo logisch moest zijn. Maar taal is natuurlijk niet logisch. Nee, maar ik... Maar even over dat hun, hè. Ja, over dat hun hebben. Dat is niks bijzonders, dat is gewoon oud-Nederlands. Hun hebben? Ja, in Rotterdams komt het voor. Hully, dat is Rotterdam, dat kwam in veel Nederlandse streektalen voor. En zij is een kunstmatige vorm. Nou, kijk eens aan. Dus je moet eigenlijk, maar dat is toch... Wat moet je nou doen? Dus kinderen op school zeggen hun hebben. Moet je het dan al niet meer verbeteren? Nee. Je moet natuurlijk gewoon het regelmatige Nederlands aanleren. En in de hoop dat er dan... Dat er dan zo'n soort zo groot mogelijk overeenstemming zal ontstaan. Want als iedereen natuurlijk alles maar zo'n beetje kan gaan zeggen, ja, dat zou voor de verstaanbaarheid van het Nederlands op den duur desastreus zijn. Nou, dat zouden ze ook niet doen, maar ze spreken wel. In principe spreekt iedereen de taal die om hem heen gesproken wordt. Dus dat is zijn eigen dialectje van waar hij opgroeit. Ja. Nou is dat best als je in een dorpje opgroeit en daar nooit van je leven buiten komt, heb je daar nooit last van. Maar zo leven wij niet. Hè? Wij staan in de file 80 kilometer naar het werk. En dat is gewoon veel te groot. Dat betekent dat je zoiets als een soort van een grootste gemene deler nodig hebt. En dat moet je wel beschermen. Heeft de politiek daar een taak in om die taal te beschermen? Dat vind ik wel. De politiek bemoeit zich ook met taal. U weet dat de Nederlandse en de Vlaamse minister de nieuwe spelling hebben vastgesteld. Dat is een voorbeeld van de politiek. Treurig. Maar wie zou het anders moeten doen? Gaan we het niet over hebben. We gaan het niet over de spelling hebben. We gaan erover praten. Ja, dat is toch een hele rare vorm van beschermen. Ja, precies. Nee, dat gebeurt op gronden die verkeerd zijn. Ja, niet door elkaar. Op een gegeven ogenblik zegt men, we gaan nu op deze wijze in het Nederlandse taalgebied spellen. Ja. En misschien is het niet wetenschappelijk, misschien is het niet verantwoord. Op een gegeven ogenblik is er een instantie die dat moet vaststellen. En toevallig is het dan de regering. Ja. Ja, en misschien helemaal verkeerd, helemaal fout. Maar u bedoelt iets anders. U bedoelt iets anders. Namelijk of de politiek de Nederlandse taal moet beschermen. Dat is iets anders. En dan moet je afvragen of in de eerste plaats de Nederlandse taal een object is dat bescherming verdient. Ja, en wat vindt u? En of het nodig is. En wat vindt u? Op de eerste vraag zeg ik volmondig ja. Ik vind dat de Nederlandse regering het Nederlands moet beschermen. Tweede vraag, is het op dit moment nodig? Ja, ik heb er zelf een aantal pleidooien voor gevoerd. Opnemen van het Nederlands als officiële taal van het openbaar bestuur. Opnemen van het Nederlands als de officiële taal van het onderwijs. Waarin? In de wetten. Oh ja, nee, dat had ik nog niet gezegd. Nee, maar je kunt dat is, dat is, in de wet zetten. Nog even verder. Wat is de achtergrond daarvan? Dat ik vind
dat iedere Nederlandstalige in Nederland recht op heeft, dat hij door het openbaar bestuur in het Nederlands benaderd wordt. Dat hij er recht op heeft om zijn hele onderwijs in het Nederlands te kunnen volgen. Ik vind dat een sociaal grondrecht. Zoals je ook het sociale grondrecht hebt op werkgelegenheid. En dat dwing je af bij de overheid. Ja. Daarom wil ik dat het ook in de grondwet komt. Om de overheid te verplichten. Van, hey, u wilt mij dat niet geven? Ik wijs op dat artikel in de grondwet. Ja, en dat, u bent verplicht om het nou, te doen. Dan komen we, want dat zei ik in het begin, dat de taal doorspekt is van Engels en steeds meer, hè, sinds internet en computers enzovoort. En ook de reclame en televisieprogramma's met All You Need Is Love en Get the Picture heet ook een programma en Crime Time. Is toch allemaal helemaal niet erg? Je gebruikt het, kijk, het is alleen maar erg als je Engels gebruikt in je dagelijkse spreektaal met iemand. Ja. En je gebruikt een Engelse woord om, omdat je niet indruk te maken. Ja, precies, omdat je of om te versluieren dat je iets eng waar het over gaat. Ja, of dat je iets eng vindt om te zeggen. Ik heb iemand een keer horen zeggen, ja, die man is zo vulnerable dat het woord kwetsbaar kwam de bek al niet uit. En dan denk ik, dan vind ik het erg. Maar oh jongen, die loopt gewoon liedje van de Beatles en titel nou klaar en niks aan de hand. En Get the Picture? Helemaal niet erg. Krijg de foto. Het is tikje. Daar gaat het niet om. Zoek een plaatje. Daar gaat het niet om. Nee, maar daar gaat het niet om. Het punt is op een gegeven moment dat als men iets gaat benoemen, op een moment, dan is de eerste reflex is dat men het in het Engels benoemt. Men heeft zelfs niet de creativiteit om een Nederlands titel te verzinnen. U hebt een actiegroep opgericht die Anglo-Waan heet. Hè? Dat klopt. En die is tegen het. Nee, ik ben niet tegen wat dan ook. Ik ben voor, ergens voor. Ik ben ervoor dat het Nederlands gebruikt wordt. En wat ik zie is dat steeds vaker, en dat vind ik veel belangrijker, dat steeds meer situaties Engels als voertaal gebruikt worden. Anders, niet zozeer die Engelse woorden die mensen gebruiken om hun onkunde te verdoezelen of wat dan ook. Niet om hun onkunde te verdoezelen, maar omdat wij geen andere woorden meer hebben voor computer en surfen over het net. Nee, dat is browsen in. Dat is voor een heel belangrijk deel niet waar. En voor een ander belangrijk. Wat is er dan niet waar aan? Voor een deel is dat niet waar, omdat die woorden wel bestaan, maar die gebruikt men niet. En de ander deel is. Een ander deel is denk ik dat ik als rekenaar. Rekenaar. Nee, nee. Ja, het andere deel is dat ik denk dat 20 miljoen Nederlanders in staat moeten zijn, de creativiteit moeten hebben om hun taal te onderhouden. Ja, dat is en dat zij dat niet doen, dat heeft voor een deel te maken, dat heeft voor een deel te maken met van dat zij waarschijnlijk niet weten waar ze het over hebben. Maar dat heeft voor een belangrijk deel te maken met een soort minderwaardigheidscomplex, denk ik. Nee. Ach wel, nee, maar we weten toch, je zegt nog 20 miljoen. We hebben 15 miljoen Nederlanders plus dan nog die Vlamingen. Maar dus wat is er met die spreken Vlamingen? Eigenlijk alweer een andere taal. Even luisteren. Wat is er met Vlamingen? Nee, eerst even dit. Ik wou zeggen dat als je met alle geweld het Nederlands wilt promoveren, dat je je dan toch wel opsluit in een heel klein taalgebiedje. In de wetenschap is het al lang zo. En in de handel is het al lang zo. Wat dacht u van de Scandinaviërs? Dat die terecht in het Engels publiceren. De hele universiteit publiceert toch in het Engels in de meeste vakken. Omdat ze deel willen hebben aan de mondiale discussie. Wat is er in het hemelsnaam op tegen? Ja, en hoe gaat dat dan? Dat Engels is dan zo slecht. Want dat is wel een probleem. Daar overschotten wij ons gigantisch mee. We denken allemaal dat we zo goed Engels spreken. Het is zo slecht dat je vaak die artikelen niet eens gepubliceerd krijgt. Nou, dus dat is dood en doodzonde. Ja. Nou, dat moet zeker verbeteren. Ik wil een paar dingen weten. U zegt er zijn voor al die woorden als computer en e-mail en dat soort dingen. Zijn andere woorden? Die zijn er toch? Er zijn andere woorden voor een belangrijk deel. Voor een maar deel. Zeg eens de geefzest dan. Ja, ik kan wel een hele lijst opnoemen. Nee, geef ze nou even. Als een computer hebben we al heel lang geleden voorgesteld rekentuig. Al heel lang geleden. Gewoon in analogie. Achterlijk woord. Ja, het is een achterlijk woord. Achterlijk woord. Tuig is hier iets anders. Ja. Luister, luister. Tuig van de Richel. U gaat van Schiphol. Met een? Vliegtuig. Vliegmachine. Hoe heet zo'n ding? Een vliegtuig. Nou, dat vliegmachine is kennelijk. Heet dat. Dat is kennelijk wel geaccepteerd. En waarom is dat rekentuig niet? Het is er niet gekomen. Nee. Maar moet en je vervolgens. En vervolgens wat je kunt zeggen. Computer is natuurlijk een dom woord, want dat ding rekent niet. Nee, dat rekent niet, dus het is een dom woord. Nou, hij rekent ook. Hij doet veel meer dan dat. Wat de Fransen doen op een gegeven moment, die hebben daar ordinateur voor gemaakt. Dat is een heel mooi woord. Ja. Want dat is namelijk wat hij voornamelijk doet. De vraag is even, moeten er
zouden er voor die woorden Nederlandse woorden moeten komen? Nee, dat is de vraag eigenlijk niet. De vraag is, je kan die woorden wel maken. Als ik hem stel, maar, is de vraag. Ja, maar het helpt namelijk niet om ze te maken. Je ziet dat heel veel woorden, ook Engelse woorden, Franse woorden in het Nederlands, gewoon die verdwenen zijn, vervangen door Nederlandse woorden. Geef ze voorbeelden. Blijf bij die computer en denk aan je toetsenbord, aan je harde schijf. Dat soort dingen. Wie heeft er nou het toetsenbord? Het toetsenbord. Ja? Dat was een keyboard. Oh ja. De tekstenwerker, dat was een woordprocessor. De harddisk is een harde schijf geworden. Wie rijdt er tegenwoordig nog in een stationcar? Daar wil je toch niet meer dood in gezien worden? Dat woord is taboe geworden zelfs. Ik weet niet waardoor het vertaald is. Stationsauto. Nee, een vijfde deurs is dat volgens mij geworden, zoiets. Maar die dingen die verdwijnen en die komen en die gaan, maar je kan er niks aan doen. De enige die het wel eens lukt om een woord er met echt in te brengen met opzet. Af en toe is dat gelukt aan iemand als Verkoten en de Bie bijvoorbeeld. En Major Kees heeft ook nog iets in het Nederlands gebracht. Zo zijn er een paar meer. Maar waar? Dan moet je 4-1 voor terug, notabene. Maar het is net als met moppen over het algemeen. En wie heeft de Longfiets verzonnen? En vertaalde woorden, die zijn er ineens. En dan weet niemand meer waar ze vandaan gekomen zijn. En dan doen ze het. Maar een lijstje maken en zeggen, dit moet het worden. Ja, dan zegt heel Nederland met z'n allen 15 miljoen sterk, hop, met de schouders en gaat gewoon door met de orde van de dag. Ja, maar in België doen ze dat dus wel, hè? Ja, maar die hebben een dwang. Hele aparte problematiek. Waarom hebben die meer dwang? Omdat het Frans daar de hele tijd, en moeten ze meer... dan ontwikkelt het Nederland zich dus op zuiverder, maar ook geconstrueerder. Zoals, ja, ik ben nu alweer vergeten van dat tuig. Maar luister nou eens, een taal is toch voor een belangrijk deel geconstrueerd? Nee. Voor een belangrijk deel is wat benoemd wordt, er heeft iemand, of dat nou een Angelsaks is of een Nederlander, heeft iemand bedacht dat het zo gaat heten. En dat krijg je dan ingedacht. Al die woorden zijn bedacht. Computer is bedacht. Downloaden is bedacht. Dat zijn constructies. Maar heb je dat je het eerst bedenkt en vervolgens zegt, en zo doen we het. En dat ontbreekt altijd weer. Hans van Bergschut, nee. Waarom? Nee, nou, omdat natuurlijk 98% van alle woorden zijn ontstaan en gegroeid. Die zijn niet ineens dus bedacht. En het is ook bedacht. Het is namelijk ook een beetje zielig om te denken dat het Nederlands... Ja, een taal is waarvan iedereen precies kan zeggen, dit is Nederlands en dat niet. Het Nederlands is ontstaan uit alle mogelijke invloeden van buitenaf. En op een gegeven ogenblik heb je in Nederlands tienduizenden leenwoorden uit andere talen die in dat dikke woordenboek van mevrouw van der Sijs staan, het leenwoordenboek. Nou, daar staan dus ongelooflijk veel woorden in die uit andere talen langzamerhand aan het Nederlands worden zijn. Dat is een continu proces waar niks op tegen is. Niet zo bang te zijn voor die invloed van wat je ook zei, van reclame. Het is niet een kwestie van angst, maar het is ook een kwestie van schoonheid, vind ik. Ja, maar weet je, dat blijft dan reclametaal bijvoorbeeld bij reclame. Als er een tablet in je was moet, dan gaat er toch geen mens... Als er wat in je was moet? Er moet een tablet tegenwoordig in. Ja, dat weet u niet nee, zo. Weet maar... u, doet geen was. Dat is meer ons terrein. Ja. Maar dan gaat toch geen mens, die gaat toch thuis zeggen, waar zijn mijn tablets als je de pil bedoelt? Nou, moet je luisteren. We horen toch ook de hele tijd, let's make things better. Ja, dat vind ik raar, of niet? Je ziet ook hoe goed het gaat met Nee, dat vind ik echt heel dom. Wie verzint nou zo'n kreet? Nou, zo, let's make things better, dat betekent dus... Ja. Van, tot nu toe hebben we rotzooi gemaakt. Nee, maar dat is meer wat. Nee, daar heb ik. Nee. Daar heb ik het niet over. Als je het in het Nederlands zou zeggen, zou dat het betekenen namelijk. Maar men hoopt maar dat die Nederlanders niet zoveel Engels kennen, dat ze dat begrijpen. Wel, nee, dat is goedkoper. Dan kan je voor alle landen dezelfde slogan gebruiken. Ja. Ja. Onzin. Nee. Even een tussendoor. Ja. Nederlands was het eerst origineel gewoon diet. Dus dat is toch ook geen originele taal meer. Dus er zit ook invloeden van Duits, Engels en weet ik veel wat. Dus dat ontwikkelt zich toch ook verder. Ja, zeker. Dus er is ook op zichzelf niks op tegen. Ik ben ook een groot tegenstander van het idee dat je het zou moeten vastleggen in de grondwet nogal liefst dat wij altijd Nederlands zouden moeten blijven spreken. Dat zullen we wel zien wat de Nederlanders doen. Dat stel ik helemaal niet voor. Wat ik zeg is dat de instructietaal in het onderwijs Nederlands is. En wat u thuis spreekt moet u zelf weten, al is het Limburgs. Oké. Ja, dat lijkt me niks. Zou u het erg vinden als wij over 50 jaar allemaal Engels spreken? Nou, voor 50 jaar, dat lijkt me een beetje te snel. Maar over 3 generaties denk ik dat wij allemaal een inter-Europese taal zullen spreken. Waar maak je nou toch druk over? Nou, daar maak ik me ook helemaal niet druk over. Maar ik verwacht, en als iemand aan mij vraagt, wat verwacht je dat er al gebeuren? Ja. Dan zeg ik dat. Maar gaat het u aan het hart?
Nou, nee. Want er zijn wel... Dat is uw eigen vakgebied. Ja, dat is mijn eigen vakgebied. Ja. Maar al die prachtige schrijvers die wij hebben... Ja. Hè, zoals Vondel en Vestek en zo... dat is nu ook een taalgebied, een literatuur voor weinigen en specialisten. En dat zal zo blijven. Ook als iedereen Engels zou spreken of een andere inter-Europese taal. Dan nog kan je dat, die Vestijk en die Couperus en Achterberg blijven lezen natuurlijk. Net zo goed als je nu Virgilius en Homerus kunt lezen. Ja, maar het gaat u niet aan het hart... Ik vind het helemaal niet erg als het Nederlands een dode taal zou worden... als daar maar tegenover die enorme winst staat... dat al die mensen die hier wonen dan... ineens een taal spreken die door honderden miljoenen begrepen wordt. Dat is toch iets fantastisch. Beter dan dat je in zo'n achterhoekje woont. Maar als je nou kijkt naar hoe het gaat in de praktijk momenteel... dan zie je precies de omgekeerde beweging. Je ziet helemaal niet dat mensen tenderen naar meer eenzelfde taal gaan spreken. Zeker niet met die groeiende Europese eenwording. Wat zie je daaruit voortkomen? Juist al die streektaaltjes die zich veel harder manifesteren... die gaan leven waar mensen onderwijs in willen en krijgen ook. Dat is misschien het enige wat Nederlands wel zou bedreigen. Dat is nog niet zozeer dat wij hier Engels zouden gaan spreken of zo, of welke willekeurige andere taal dan ook, maar wel dat die Europese eenheid op een gegeven moment tot gevolg heeft dat de EG zegt, er zijn nog maar 5 Europese talen. Precies. En daar hoort Nederlands niet bij. Ja. Want dan kom je precies in de situatie van meneer Post. Dat zal ongetwijfeld. Dan kan je niet meer, dan kan je niet meer naar de rechter in Nederland. Dat kan de Europese Unie alleen maar zeggen met instemming van alle lidstaten. Ja. Met andere woorden, de Nederlandse regering heeft op dit punt vetorecht. Ja, maar Nederland zullen ze niet gebruiken. Van de week zag ik dat het vetorecht op de discussie moet. Daar wil ik dat in de grondwet komt. Dat is ook helemaal niet van belang. Waarom zouden we in hemelsnaam in het Verenigd Europa 22 talen met elkaar moeten spreken? Dat is ontzettend dom. Er gaat wel heel veel cultuur verloren. Waarom? Geen cultuur verloren. Dat is alleen maar verrijking van de cultuur als iedereen met elkaar kan uitwisselen. Mooier bestaat er. Uitwisselen kan je alleen maar in die verschillende talen. Dan is er uitwisseling. Oh, jij zegt dat omdat je taalster bent en dus graag wilt blijven vertalen. Maar als iedereen dezelfde taal spreekt, mooier is er niet. Maar laten we nou eens kijken wat het betekent als het Nederlands niet meer een van de officiële talen in Europa zou zijn. Ja. Dat betekent dat dat de Nederlandstaligen, als ze in Europa carrière willen maken, een van de officiële talen heel goed moeten beheersen. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking zal er nooit in slagen zoals moedertaalsprekers. Ja. Nou, en dat is sociaal, dat is een tweedeling. Gezegd, onderwijs in het Engels. Ja, daar ben ik dus tegen, want ja, dat leidt tot een sociale tweedeling in de Nederlandse bevolking. Dat is volkomen onzin. Dat vind ik asociaal. Onzin. Er is niemand zo dom dat hij geen Engels kan leren. En Engeland leert toch ook iedereen Engels? Dat is zo. Dat zijn native speakers. Maar dat zijn native speakers, maar wij zullen op den duur ook native speakers zijn. Weet u hoeveel mensen, hoeveel leerlingen op de basisscholen met het Nederlands als moedertaal en leerachterstand hebben, dat ze hun eigen moedertaal niet eens beheersen. Ja, dat komt omdat ze uit Marokko komen. Nee, dat zijn autochtone Nederlanders. En die zullen Dan krijgen de Marokkanen en de Turken weer de schuld. Ik vind het ontzettend knap dat die kinderen nog zo goed Nederlands spreken. Ik veel beter dan mijn Marokkaans of Turks natuurlijk. Maar het is wel zo dat wij op den duur... Dat heb je ook niet nodig. Maar op den duur allemaal met elkaar op school zitten... en Engels lerende, zullen we toch geen moeite hebben met dat Engels? Waarom zouden wij meer moeite hebben dan die Engelse kinderen? Nou, luister maar eens naar de gemiddelde Engelsman die een beetje Nederlands geleerd heeft, hoe goed hij dat Nederlands beheerst. Zeg, het programma is afgelopen. Het programma is afgelopen. Dat toch de notabene emeritus hoogleraar Nederlandse taal hecht niet aan de taal. Ik val van mijn stoel. Ik hecht. Het programma is afgelopen. Morgen weer een BW. Paul Witteman, tot morgen. Okay.